Morgen jongens, zonnetje. Het is bijna middag, maar we hebben de hele morgen in de file gestaan. Daarin. Dus we gaan nu wat doen. We gaan even de trikkel erop zetten. Kijk eens, dat is nog eens een trikkel. En dat allemaal op maat, hè. Super mooi, die staat echt mooi. Dus die draait straks in zichzelf. Nou, dan gaan we even naar de binnenkant. Kijk eens. Wat dat mooi. Nou. Er staat er wel water in. Maar goed. Dit is super. Super. Oh, nou daar. Achter die aas. Daar zit het missende onderdeeltje in. Nu gaan we de motor erin maken. Maar let op. We hebben wat speciaals gedaan. Want we hebben de motor anders gemaakt. Nu kan de motor er ten alle tijde aan hier. Straks gewoon in en uit. Zonder dat je de hele trommel los hoeft te halen, hoeft te demonteren. Het enige wat je moet doen is de as straks losdraaien. En dan kan de as wat terug en dan kan de motor eraf. Met de moertjes die aan de achterkant van de motor komen. Zonnetje. Hey, vandaag veel gedaan. Het zat tegen. Qua verkeer en dergelijke. Maar goed, we hebben veel gedaan. Ik neem je even mee wat we hebben gedaan. Wat hebben we, jongens? Voorbereiding voor de Flowfriend. 63, dat is het plantendeel. Gewone retouren. Trikkel. Nou, dat is een kast van een trikkel wat erop staat. Dubbele sproeibuis. Dat ziet ook heel leuk uit. Deze gaat rechtstandig naar beneden, zodat hij de spoelgoot goed schoonmaakt. Die andere nas was gewoon voor het doek. En de motor, die had nou nog last, die kast. Maar dat heb je gezien, die hebben we aangepast. Kijk eens, net zo mooi. Dit wordt het riool voor het kijkglas, voor het zicht, om te kijken als het plantendeel leeg laat lopen. Die komt daar achteruit, daar komt nog een kraan op. Nou, nou morgen kunnen we die oppikken. Dan weten we zeker dat de bezinkput klaar is. En dan is het die buis erin, riool erop, pomp eraan. Dat is echt met twee slangklemmen, dat is klaar. Jongens, dan is het klaar. Dit is ook mooi zo. Nou, ik zou zeggen helemaal top. Dus dat hebben we eigenlijk vandaag gedaan, maar dit ziet er echt heel mooi uit. Kijk. Is dat blitz of is dat blitz? Nou, als dat niet professioneel is, jongens. Dat is een beste put, hè. Daar kun je mooi langs lopen. Transparant. Zinkputje, net zo mooi. Ja toch? Nee, dit is normaal. Nou jongens, het regent. Maar goed, lucht zit erin. De Flowfriend staat op de plek. Kijk eens. Hij hangt hier iets, maar dat komt omdat aan de rubbeleding zit natuurlijk. In de trikkel staan de kraten gevuld. Filtermateriaal is gevuld. Sproeibuisje zit erin. Het riool zit erin. Dat is de afvoer van het plantendeel. Kijk, glaasje naar het riool. De bezinkput is klaar. Die ga ik even afkitten van binnenuit. En dan zetten we na het weekend even de andere luchtpomp erop voor de skimmer. Dan moeten we even wat kleine dingetjes tunen. De trommel, de spoelbeus, de extra spoelbeus even vastzetten voor de spoelgoot. Maar ik wil even kijken hoe dat loopt natuurlijk. Een iets langere kabel aan de besturingskast, dat die kabel netjes hierboven langs kan. Dat die kabel weggewerkt is. Nou goed, dit vond ik zelf mooier hiervoor. Dat je hier langs kunt lopen. Dat je niet over de pomp hier hoeft te stappen. Dus ja, zoverre. Ja jongens, wat helemaal geweldig. Wat echt mooi. En dan voor nu afkitten. En dan zit het erop. Dan zit het erop. Zo jongens, nou. Het zit er voor vandaag op. De montage is klaar. In de theorie is het even klaar. Volgende week vullen we hem af, want we beginnen dan daar met een andere vijver te bouwen. Je
Je wil altijd graag zelf aanwezig zijn. Als je de vijver in bedrijf neemt, zullen er wat koppelingetjes aangedraaid moeten worden en even afstellen en zo. Dus dat is helemaal, helemaal super. Ja, nou goed, weer een mooi project. Dus grote pomp, mooie trikkel erop. Ja, kom ik even terug op net dat ik in de put zat. Soms is het wel, vind ik het wel lastig, want ik snap wel, jullie zijn vissen en mensen raken in paniek als er wat met de vis is. Maar luister, zodra dat een vis in de winter, je hebt de vijver niet afgedekt, ze zijn mager geweest, je hebt minder goed gevoerd, de weerstand is laag geweest en die vissen die krijgen een energiemangelsyndroom of die hebben een wond of wat dergelijke. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Op het moment dat jullie het zien, is het nog niet weer genezen. Dat heeft dan ook weer een langere tijd nodig. En ik heb dan altijd zoiets van, ja, een beetje geduld. Want en dan kun je wel 6 keer naar hetzelfde kijken of hetzelfde doen, maar dat werkt niet. En op het moment dat die vis bijvoorbeeld in dit geval, kijken of we wat foto's erbij in kunnen zetten van foto's die ik dan kreeg van vissen die liggen. Op het moment dat jullie geen quarantaine gelegenheid hebben om die vissen naar binnen te halen en die vissen er verwarmd te zetten, dan blijven ze liggen. Omdat het buiten koud is. Het water is koud. Jullie water is koud. En die weerstand van de vis wordt minder. Het vergt heel veel lage watertemperatuur. Wil je ze wel gezond kijken. Maar op het moment dat je daar niet de mogelijkheid of de faciliteit hebt dat je de vis kunt verplaatsen. Ja, dan heeft dat over en weer telefonisch verkeer, zeg maar. Kun je dan, dat kun je wel 20 keer doen, maar dan verandert het niet. Dus ik kan het hier vaak genoeg zeggen, een binnenbak of een goede quarantaine faciliteit is toch wel belangrijk. Zwinters. Hetzelfde wat we tegenwoordig wel veel zien is afgelopen jaar natuurlijk met alle energieverbruik. Heel veel mensen hebben toch een heel groot gedeelte van het systeem uitgezet. Daar zien we nu ook wel de gevolgen van. Kijk, hetzelfde is, ik had net geen discussie, maar een gesprek met iemand over. Ja, hoe kan het dan? Wij doen wel alles voor de vissen. Ja, dat snap ik wel. Maar kijk, je kunt ook naar de tandarts gaan en je wel iedere dag je tanden poetsen en dan een gaatje hebben. Dus dan poets je niet goed of je hebt niet de goede tandenborstel of niet het juiste tandpasta of luister. En dat is ook met de filter, want op het moment dat je een filter hebt, waarom zul je dan dat in de winter een groot gedeelte van het filter uitzetten? Als je dan het voorjaar een bacterieel probleem kreeg, ja, dan is het ook niet zo raar waar dat dan wegkomt. Vind ik niet zo gek. Dus en ik vind het altijd dan lastig. Ja, dit hoort ook bij het dagelijks ding. En helaas de YouTube en alles. Want het is social media, maar soms ook alles behalve sociaal. Want je wil niet verkeerd overkomen. Hè? Dus ik begreep, het zijn jullie dieren, jullie vissen. Jullie hebben dan op dat moment stress van. Maar een klein beetje, ja, gaat veel verder terug. Op voorhand al met hoe je de winter in bent gegaan. Kijk, die vis van 70 centimeter gaat niet in één keer op de zee liggen. En die is niet in één keer broodmager. Of die heeft niet in één keer een gat zo groot als een vuist. Dus ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Monitoren van je vissen en observeren van je vissen is gewoon een heel belangrijk ding. Dus dat. Dus wat ik dus al zei, monitoren van je vissen is extreem belangrijk. Nou, je hoort mij dat heel vaak zeggen dat ik dat hier zondags en 's morgens in het begin van de dag doe met een bakje koffie. Check ik al mijn bakken, check ik al mijn vissen, jongens. Om terug te komen op de winterperiode. Kijk, ik kan alleen maar advies geven. Gebruik Koivita, doe dit, doe dat. En daarna houdt het op en dan is het wat je zelf erin in meeneemt of wel of niet doet. En ja goed, het is niet verkeerd als iemand het niet doet, maar wij proberen dingen te voorkomen. Dus voor een aantal van die vissen die je net hebt gezien is het te laat gekomen, de hulp. Ja, dat is dan de keerzijde van de medaille helaas, dat is al erg genoeg. Dus dat zijn de minder leuke dingen, maar ja, ik wil jullie toch laten zien, want dat hoort er helaas ook bij. En ja, dat vind ik altijd gewoon balen. Ik vind het altijd gewoon erg als een vis het niet overleeft of als een vis echt ziek is. Dus
nu heel wat anders. Het is Pasen. Op het moment dat je dit filmpje kijkt, is het zondag. En dan zijn we de dag daarna, dus maandag, tweede paasdag. Tweede paasdag zijn we extra geopend. En hebben we weer wat leuks. Buiten dat wij gewoon echt gewoon de meeste cursus in grote niche-size hebben. Heel wat anders. Het bassin waar we nu bij staan, die gaat dus een keertje, ja, gek doen. Aanbieding. Ik hou niet echt van vissen in de aanbieding doen. Maar we dachten, het wordt Pasen. Een beetje vrolijkheid erin brengen, een beetje kleur erin brengen. Nou, ik ga je dit even laten zien. Deze vissen, deze mix, is enkel tweede paasdag. En dat zijn vissen allemaal van 30 centimeter en groter. 100 euro. Eén dag. 100 euro. Tweede paasdag. Dus zoek je nog een mooie gozanke of iets met kleur. Pas op, er zit één Asagi in, die is verkocht. Eén Kokano Ochiba is verkocht. Maar voor de rest, jongens. Niet voor degene die mijn filmpjes kijkt, die denkt, hé, daar is mijn vis. Deze is verkocht. En de rest, jongens. 100 euro slechts. We hebben er genoeg. We wouden één keer wat speciaals doen. Tweede paasdag. Uitzoeken, uitzoeken, uitzoeken. Als dat nog niet wat raars is, want dat doen wij nooit, vissen in de aanbieding. Maar we hebben het hier over gehad, Pasen jongens, een nieuw begin van een nieuw seizoen. Gewoon een keer lekker knallen. Huppatee, 100 euro. En net wat ik zeg, gemiddelde maat is 30 plus. En dan zit er een aantal wat grotere bij. Dus slechts 100 euro go-sanken. Ik heb er wat tansjes in zitten. Er zit een koa, koesanken, showa. Er zit van alles, alleen mooi materiaal tussen. Dus hey, tweede paasdag als je niks te doen hebt. Wij zien jou hier in Enschede. En we hebben natuurlijk genoeg mooie andere dingen. Voldoende vis op voorraad. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende.